Kathleen Aerts, de vorige keer dat we elkaar spraken was, vorig jaar ergens. Toen zat jij in Zuid-Afrika, maar nu zit jij weer in de zon, alleen in de Antwerpse Kempen. Ja, klopt. We kunnen de winter moeilijk verdragen. Dus we dachten, het is in Zuid-Afrika, gaan we stilletjes aan naar de winter. Valt natuurlijk wel mee daar, maar toch kan ze toch al eens een dag regenen. Dus we dachten, waarom niet het beste van de twee werelden, hè? Dus voor de zomer nog eens terug te beleven hier in België, hè? En tegenwoordig met online schooling gaat dat allemaal, hè? Dus we zijn van plan om 2 maanden in de zonnige Kempen nog eens te verblijven. Ja, terug in Home jouw sweet home. boerderijtje dat je jaren geleden, waar je jaren geleden ingetrokken bent. Hoe voelt dat nu om terug thuis te zijn? Ik moet zeggen, toen we hier arriveerden, dat was heel emotioneel natuurlijk, want hier hangen heel veel herinneringen aan deze boerderij. Ik heb hier heel veel tijd met mijn mama ook doorgebracht. Dus heel veel mooie herinneringen. Het voelt toch echt nog altijd wel als onze tweede thuis. Ik zal zeggen, Zuid-Afrika is dan toch wel onze eerste thuis geworden ondertussen na 6 jaar daar te wonen. Maar dit voelt toch ook echt wel als thuis. Want het blijft wel een droomplekje op aarde. Steven en ik zeggen dat ook altijd. Dan moest de boerderij nu in een ander land staan, waar dan meer weer is, dan zouden we nooit weggegaan zijn. Maar het weer speelt ons soms wel parten in België, spijtig genoeg, hè. Ja. Wat is eigenlijk de reden waarom jullie nu 2 maanden in België zijn? Is het echt de winter in Zuid-Afrika of ben je toch van plan om hier iets te doen op een of andere stiekeme manier misschien? Wel, we droomden er al heel lang van om terug op onze boerderij te verblijven. Maar omdat wij natuurlijk verhuisd waren, was de boerderij lange termijn verhuurd. En die mensen hebben dat hier perfect onderhouden. Ik moet zeggen, het ziet er zelfs beter uit dan dat wij het hebben achtergelaten. Dus dat is wel heel leuk. Maar we droomden er toch wel van elke keer als we in België waren, om toch op die boerderij terug te verblijven. Dus we gaan nu de boerderij klaarmaken om te verhuren als vakantiewoning. Dus altijd als wij dan in België zijn, kunnen we hier zelf terug genieten. Omdat ik zeker met het verlies van mijn mama meer dan ooit weer besef dat eigenlijk leven te kort is om dromen uit te stellen. En voilà, we hebben hier ook zoveel mooie herinneringen aan als mama. Dus ik dacht, weet het moment is gewoon daar dat we terug naar onze tweede thuis ook moeten kunnen gaan als we dan in België verblijven. Nou, maar is dat dan toch met het idee van ja, ooit keren we definitief terug? Definitief terugkeren naar België, dat zit er niet in, Peter. Nee, dat zien we niet zitten. Maar de zomer hier vinden we natuurlijk fantastisch. Ja, en als het in december is sneeuwt, dat vinden we natuurlijk ook heel leuk. Je bent onlangs dus teruggekeerd naar België. Was dat nu makkelijk met corona om terug te keren? Wat heb je allemaal moeten doen? Oh, dat viel eigenlijk nog wel mee. Blijft natuurlijk heel gek dat we niet meer in de vrije wereld leven, hè? Maar omdat wij nog altijd ook Belg zijn, we zijn Zuid-Afrikaan en Belg, viel dat eigenlijk heel goed mee. Ja, net als iedereen zijn we getest. En dan moesten we een weekje in onze boerderij blijven. En dan zijn we teruggetest. En voilà, dat was het eigenlijk. Dus dat viel wel reuze mee. Het was Daar mogen we makkelijker niet over klagen. dan de vorige keer. Het was ook een iets luxueuzere vlucht, veronderstel ik. Ja, vorige keer waren we met een repatriëringsvlucht gekomen. En dat had veel meer voeten in de aarde. Was ook minder leuk, mag ik niet zeggen, maar extra spannend, omdat niemand mocht weten dat ik hier was. Dat is nu niet het geval. Dus ik heb geen geheimen deze keer. Echt niet, Peter. Ik weet dat je mij niet gelooft, maar kijk eens diep in mijn ogen. Ik heb geen geheimen. Dus nu mag iedereen, je hebt het ook gezien, ik heb het ook op mijn Instagram gezet, dus nu mag iedereen weten dat we er zijn. Dus het is echt om de boerderijverhuur klaar te maken. En om hier natuurlijk een graantje mee te pikken van de zomer. En dan vliegen we over een kleine 2 maanden terug, hè.